Welkom, beste mensen die op YouTube rondstruinen en mijn vlog tegenkomen met betrekking tot glaspolijsten. En uiteraard welkom terug voor mijn trouwe kijkers. Dit keer op het menu staat een Mazda 2 met de voorruitpolijsten. Wat ik al zei, de gehele voorruit moet gepolijst worden, want er hangt een hele waas over van lichte krassen. En dat is van dit puntje tot dat puntje, van die kant naar die kant. Wat ermee gebeurd is, kan ik niet verklaren. Weet ik ook niet. Ik weet alleen dat de klant het te laat geconstateerd heeft na de aanschaf van de auto. Waarschijnlijk ook met het donker weer gereden, waardoor je met zonlicht en het daglicht wat valt, de krassen niet ziet zitten. En zeker ook als je 's avonds rijdt met tegenlicht. De klant heeft me gevonden via bekende www zoeken en et cetera op glaspolijsten en krassen in de voorruit. Wat doen we ermee? Nou, vervolgens komen dus bij heel veel filmpjes uit van mij om het laten verwijderen van dit soort zaken. Dus ook deze eigenaar heeft mij gevonden via internet en uiteindelijk een afspraak gemaakt, langsgereden, de schade laten zien, afspraak gemaakt. En vandaag staat het al zover, is het in de planning om de ruit te gaan te polijsten. Ik zal zometeen even nog de camera oppakken en van de binnenkant de schade laten zien. Want dan kun je het eigenlijk wel het beste zien, hoeveel schade erin zit. En dat is eigenlijk wel bizar veel. De wagen moet ik nog afplakken. De ruit had ik al schoongemaakt, dus ik ga alleen nog afplakken, materiaal bij elkaar zoeken en dan ga ik aan de slag. Dus vind je het interessant om te volgen, dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. We zitten inmiddels in de auto. Nou goed, kijk naar de verlichting en zie hoeveel schade er in de ruit zitten. En dat loopt van alle hoekjes door. Van links naar rechts. Even mezelf door de spiegel heen. Bovenin. Zakkende naar beneden. Je komt het overal tegen. Dus wat er nu exact gebeurd is met de ruit, is voor mij een grote vraag. En je kan wel begrijpen, op het moment dat je dit met tegenlicht hebt, 's avonds of met zonlicht, dat dit super hinderlijk is en heel vermoeiend is om te rijden. We gaan aan de slag. Ik maak toch ook nog even een videoopname van de buitenkant afgefilmd. Kijk naar de TL-verlichting, zowel linker als de rechter. En zie dan de schade die in de voorruit zit. Ja, het is heel lastig om vast te leggen op video. Maar het zal uiteindelijk na het eindresultaat zal glans en dergelijke zal wel veel meer opvallen als en de schade weg zijn, als dat nu het geval is. Zo, so, here we go. De polijst over de ruiten heen. De ruit, niet ruiten, ruit.
Linkerzijde is klaar. Laatste stukje aan de rechterzijde. En dan hebben we een strakke voorruit. De rechterzijde van de ruit is inmiddels nu ook klaar. Even mijn oordopjes uit. Krassen zijn eruit. Rest mij alleen nog even het plastic weghalen, de ruit nog even goed schoonmaken. En uiteraard nog de nasituatie laten zien. En dan kan deze Mazda 2 bestuurder weer met een heldere, zichtbare ruit rijden en zich in het verkeer begeven. Beter als de waas van krassen die erop zat. Van boven naar beneden en van links naar rechts. De hele ruit. Schades die ik op auto's, ondanks dat ik dat niet voor glaspleister, maar dan puur voor het poetswerk, nog niet eerder gezien heb. Goed, voor alles moet de eerste keer zijn, zeggen ze toch altijd. Ik ga het materiaal even opruimen, de ruit nog even schoonmaken. En dan zie je nog even de beelden daarna. En dan is het van mijn kant weer hartelijk dank voor jullie belangstelling. En wellicht zie ik jullie in de volgende video. Ciao.